Ik heb een volgerecht vandaag. Een volgerecht gemaakt van gerookte zalm en avocado. Daar ga ik een taartje van maken. En dat taartje ga ik vormen in een ring. Hetzelfde vormpje zet ik op een stukje vetvrij papier neer. Zodat hij straks makkelijker wil lossen. Dat hij niet blijft vastplakken. En ook in die vorm gaat een stukje plastic. En dat heb ik alleen maar nodig. Dat we straks makkelijker het taartje van avocado uit de vorm kunnen halen. Ik heb hier avocado. En die avocado, voordat ik hem ga opensnijden, controleer ik altijd of hij rijp is. En dat rijpen kun je voelen op het moment dat je hier met je duim indrukt. Hij moet echt zacht zijn. En, ook niet onbelangrijk, als je hem doormidden hebt gesneden, als ze namelijk te rijp zijn, dan zijn de avocado's van binnen eigenlijk een beetje aan het rotten, worden ze bruin. De vulling is heel makkelijk uit te lepelen. Zo. En die gaat in een keukenmachine. In dit recept maak ik gebruik van 2 rijpe avocado's. En dat doe ik alleen maar omdat mijn machine het dan mooi kan malen, mooi kan pureren. Omdat 1 avocado te weinig is. Aan de hand van de grootte van het bekken, dan pakt hij het niet lekker. Ondertussen heb ik hier 2 blaadjes gelatine en een bakje met koud water. En daar gaat de gelatine bij. Dan heb ik hier een stulpannetje. En ik heb het sap van limoen heb ik genomen. En het sap dat ga ik verwarmen op het fornuis. Ik laat de machine nog even draaien. Ondertussen ga ik al wat smaakstoffen toevoegen. Tabasco. En natuurlijk breng ik het weer op smaak met een beetje zout. Dan heb ik hier de gelatine. En de gelatine los ik dan op in de hete limoensap. Goed doorroeren. En daarna gaat hij ook in de machine. Dan kan hij meedraaien met de massa. Nu klaar. Machinebekken eraf nemen. Hier heb ik de ring waar ik het over had. En die ga ik opvullen met de avocado. Met een citroenstamper. Klein beetje nadrukken. Het grove zo aan de bovenkant. En de rest zorgt ervoor dat hij strak in zijn vorm blijft. Nou, dit gaat de koelkast in, ongeveer 2 uurtjes, dus je kunt rustig voorbereiden. Na 2 uurtjes kunnen we heel makkelijk die ring van het taartje afhalen. Het taartje is mooi opgesteven, dat is klaar. Hier heb ik het bord, de ring, kan ik zo in 1 keer van het taartje afhalen. Plasticje eraf. Kijk, dan kan dit. Daarvoor heb ik er natuurlijk ook een stukje papier onder gedaan. Dat je deze zo in 1 keer zo op het bord neer kan zetten. Dan heb ik hier natuurlijk de huisgerookte zalm. Die gaan we heel dun snijden. En dit zou je ook natuurlijk van tevoren kunnen maken. Afgarneren. Kan heel goed met crème fraîche. Potje crème fraîche. Een klein lepeltje even in heet water dopen. En dat lepeltje zo door die crème fraîche heen halen. En dan zet je deze hier zo op de top neer. Kijk, dan gaat dat mooi glimmen door het hete lepeltje. Dan heb ik hier een beetje selderijolie om het gerecht af te maken, om het wat kleur te krijgen. En mayonaise gemaakt van basilicum doe ik in 3 van die grote stippen eromheen. Afmaken van het gerecht doe ik dan met een topje kervel zo bovenop. En dan hebben we een mooi volgerecht gemaakt van gerookte zalm en avocado. Tot volgende week.